Buiten de Veluwe is de Mijnweg het gebied waar je zwijnen kunt zien. Ze zitten er, dat blijkt uit de beelden van camera's die hier op verschillende plekken hangen. En je ziet niet alleen zwijnen. Wij willen de zwijnen het liefst zelf zien. Waar hebben we de meeste kans? Want we zijn met aardig veel natuurlijk. Welke van die plekken is dan het meest geschikt daarvoor? Want ik kan me voorstellen dat je zo'n hoog zit, dat je daar dan gewoon niet... Nee, niet in hoog zit. Nee. We besluiten dat Roel en Erik naar de hoogzit gaan. Zij zijn maar met z'n tweeën. En wij gaan naar het observatiepunt. Spannend. Heel spannend. Ja. Wat denk je? Tuurlijk, gaan we zien. Als ik er nu al geen vertrouwen in heb, dan wordt het helemaal niks, hè, toch? Het is gewoon het enige juiste antwoord, hè? Zitten er zat? Ja, hoeveel? Goed, er zouden nu nog zo'n 100 tot 200 kunnen zitten, denk ik. In de Mijnweg. Er zijn natuurlijk weer biggen bij geboren. Die zijn voor een deel ook afgeschoten. Hè, want dat gebeurt dan ook. In Nederland mag het hele jaar op wilde zwijnen gejaagd worden. Maar hier, in de Mijnweg en op de Veluwe, is het jachtseizoen op zwijnen beperkt. En loopt van 1 juli tot en met 31 januari. Dus ze gaan gewoon aan de slag. We beginnen bij de jongste dieren, omdat die later moeilijker zijn... Zijn te vinden, zeg maar. En dat is van nature. Heb je ook bij predatie, zijn vooral de jonge dieren die ten prooi vallen. Als je wacht tot de populatie op natuurlijke manier een evenwicht bereikt, gaat dat weer ten koste van andere soorten. Adders, bijvoorbeeld. Adders leven in vochtigheden, terreinen. En zijn van dat soort terreinen die bij hogere dichtheden, dat die 's winters met name volledig worden omgeboeld. Door wilde zwijnen, zoals je het soms op de Veluwe misschien ook al gezien hebt. En daarmee maken ze dat biotoop van die adder dus eigenlijk totaal ongeschikt voor de adder. En hetzelfde. En die adder, die wil je hier niet kwijt. Precies, dat is een keuze, hè? Dat is gewoon. Het is een beheerskeuze die we gezamenlijk maken. Niet wij alleen maar ook de provincie en ook Natura 2000 en de Europese richtlijnen dus. En zo worden die keuzes in heel Nederland gemaakt. Maar makkelijke beslissingen zijn het nooit. Daar wel. Ja, wel. Daar. Achter die boom. Er mogen hier toch geen honden loslopen? Nee. Nee, daar. Zit ik aan die boom. Even los door. Erik en Roel komen ook wat tegen. Is dit ook allemaal omwoelplekken? Ja, zie je, dit is recent hoor. Het is van de afgelopen weken dat dit helemaal zo omgezet is. Maar ze zitten dus sowieso hier wel. Hier ook. Is dat een speciale zwijnenplek? Kijkplek. En? Wel? Eentje. Eentje? Ja.
Ja, ik heb er ook eentje gezien. Kijk. Maar het was nog te donker om te filmen. Oh ja. Bij ons was het echt al heel vroeg. Wij gingen net zitten. Ja. En toen zat ze ons aan te kijken, had de camera net niet goed staan. Ik zet de camera weer goed. En kijk. Het is een rendy weg. Het zijn er drie.